Hey Simmers, welkom bij weer een nieuwe video. Deze video is weer een overzichtsvideo, zoals ik zo wel vaker maak op mijn kanaal. Vaak als er een nieuw pakket uit is voor de Sims, laat ik jullie heel uitgebreid zien wat je er allemaal in hebt zitten. En dan kan je zelf bepalen of je het bijvoorbeeld de moeite waard vindt om het te kopen. Maar vorige week heb ik zo'n video gemaakt, niet over een pakket van de Sims 4 zelf, maar over een custom content pakket. Namelijk een badkameraccessoire pakket, dat heet de Bath. Ik zal hem hier rechtsboven in beeld linken mocht je geïnteresseerd zijn. Maar ik was echt verbaasd over hoe populair die video was. Hij is echt zoveel meer bekeken dan mijn video's normaal worden bekeken. Dus blijkbaar is dit iets wat jullie leuk vinden. En ik vind het ook heel erg leuk om te doen, om te laten zien. Want ja, gratis dingen in de Sims zijn natuurlijk altijd super nice om te hebben. Dus ik ga het vandaag ook weer doen. En vandaag ga ik het doen voor, ja, hou je vast, stapelbedden die echt werken. Oh mijn god. En nog een ander slaapkamerpakket van een andere Sims 4 maker. Dus dat ga ik jullie vandaag laten zien. In de vorige video had ik wel heel veel vragen gekregen over hoe je deze custom content dan kan gebruiken. Ik heb daar een video over gemaakt. Die zal ik ook hier rechtsboven in beeld linken. En ik zet ook alles in de beschrijving trouwens. Daar leg ik precies uit hoe je custom content kunt downloaden en hoe je het in je spel kunt zetten. Maar ik zal het even kort laten zien voor de twee pakketten die ik vandaag heb gedownload. Ik ben hier op mijn pagina, op mijn Tumblr pagina. Dit is tessalitgames.tumblr.com. Ik zet trouwens onder in de beschrijving alle links. En hier zie je ook de twee pakketten die ik vandaag ga laten zien. Namelijk het fanmade accessoire pakket. Minimalistische slaapkamer accessoires van Illogical Sims. En Ravashine's stapelbedden gewoon eigenlijk. Heet het gewoon stapelbedden? Volgens mij wel. Deze twee ga ik jullie vandaag laten zien. En ik zal ook laten zien hoe je deze nu downloadt. Er staan hier, als je bijvoorbeeld naar beneden scrolt op deze post. Dan staat hier een stukje uitleg, wat er allemaal in zit, bla bla bla. Nou, dan heb je hier een downloadlink en hier een downloadlink. Dit is merch. Dat betekent dat je alle bestandjes, zeg maar, downloadt als één package file. Dus één bestand wat je in je spel zet. Dus alle meubels die in dit pakket zitten, download je als één file, als het ware. Je kan ze ook losgekoppeld downloaden. Dan heb je alle meubels los. En als je dan een bepaalde meubel er niet in wil hebben om een bepaalde reden, dan zou je dat kunnen doen. Ik download altijd gewoon de gemerged file. Ik vind dat wel makkelijk, want dan heb je het ook allemaal bij elkaar. Nou, stel dan dat ik deze wil downloaden, dan ga ik die openen. En nou, dan kom ik al meteen, als ik daarop klik, op de download link uit. Nou, waar ik hem dan ga opslaan, dat maakt niet zoveel uit. Maar waar je hem uiteindelijk wel in moet zetten, want je wil hem natuurlijk in je Sim zetten. Je gaat dan naar, waarschijnlijk is het documenten, Electronic Arts, Sims 4, Mods. Hier kan je hem inplanten. Ik heb hier zelf nog meer mapjes ingemaakt om structuur aan te brengen. Maar goed, als je hem in de Mods map zet, dus nou ja, op deze plek. Dan, dan zit het automatisch in je spel. Dus dat heb ik hier gedaan. Als we even naar die andere gaan kijken. Dat is een link van de Sims Resource volgens mij. Even kijken hoor. Hier is de download link in dit geval. Oké, ik kom nu op de Sims Resource. Hier kom ik eigenlijk bijna nooit op. Omdat het vooral Alpha CC is. En dat is niet zo mijn smaak. Er zijn nu super veel reclames. Nou ja, in elk geval hier kan je deze dan downloaden. Als je dan op download klikt, dan ga je naar de downloadpagina. Dan moet je even wachten, want als je al die reclames niet wil, moet je een abonnement nemen. Nou, dat zou ik gewoon lekker niet doen als ik jullie was. Ik ga even geduld hebben, nog 3 seconden. Even kijken, 3, 2, 1. Ja, oké. Okay. Oh my god, moet je kijken of er reclame... Oké, okay, hier is de download. Nou, op hetzelfde manier kan je dit dan opslaan. Je moet dit is een zipbestand. Dus deze moet je nog wel even unzippen. In de video over hoe je custom content gebruikt in je spel... leg ik het allemaal nog wat beter uit. Dus als je dan nog denkt, het is nog steeds niet duidelijk, kijk die even. Maar dit is in elk geval hoe je het nu installeert. Dus als je dat gedaan hebt, dan is het tijd om naar de Sims te gaan. Oké, okay, ik heb hier al even een familie van de galerij gehaald. Ik heb dit huis van de galerij gehaald. Het is echt een schattig base game huisje. Ik zal het ook opnieuw straks in de galerij zetten. Met alle custom content die we dan gebruikt hebben erin. Dan kun je dit ook downloaden als je geen andere uitbreidingspakket hebt. Dus dat, even kijken. Als je dan hier, als je custom content wil gebruiken, moet je er wel even op letten. Dat je hier bij overige in het spelmenu script modificaties toestaan aanklikt. En aangepast materiaal en modificaties inschakelen aanklikt. En daarna even je spel opnieuw opstarten. Dan pas doet je custom content het. Dus nou ja, dan hebben we dit zeg maar ja, in het spel als het goed is wat we net hebben gedownload. Nogmaals, zorg dus wel dat als het een gezipt bestand is, dat je het eerst unzipt. Maar goed, we gaan dus beginnen aan het overzicht. Ik heb het idee dat ik all over the place ben, maar ik ben echt super enthousiast. Oké, okay, ik heb alle andere custom content die ik normaal gesproken in mijn spel heb zitten er even uitgehaald. En ik heb al 2 kamertjes leeggemaakt, want we gaan slaapkamers bekijken vandaag.
Met stapelbedden. Oh mijn god, ik ben zo enthousiast hierover. Je hebt echt geen idee. Oké, nou, inbouwen. Even kijken. Ja, we kunnen wel even kijken. Volgens mij is er niks nieuws bij ramen en zo. Niet dat ik weet. Maar je kan in elk geval altijd op het filter klikken. En dan op content aangepast materiaal. Nee, volgens mij is het echt... Oh, we hebben wel een nieuwe deur. Kijk, oké. Dus er is toch iets nieuws in bouwen. Van het minimalistische minimalist bedroom stuff. Dus een minimalistische slaapkamer-accessoires. Hebben we deze deur nieuw. En even kijken hoor. Die komt in best wel heel veel kleurtjes. Dus dit is gewoon best wel een hele mooie, simpele deur. Nou, ik vind deze best wel tof. Dus ik ga de twee deuren die we in dit huis hebben alvast even vervangen door deze. Want die zijn echt fantastisch. Even kijken. Ja, ik vermoed dat het... Oh, we hebben ook een nieuw behang. Kijk eens aan. Ook van het minimalistische slaapkameraccessoires. Ik ga trouwens eerst Illogical Sims minimalistische slaapkameraccessoires doen. Daarna ga ik stapelbedden doen. Dit is gewoon een hele simpele muur in een neutrale kleur met een plint. Dus ja, je kan de verschillende kleuren plint heb je. Het is gewoon een witte muur verder. Maar deze, kijk, deze plint kleurt wel een beetje bij de vloer die we hier hebben. Dus die hebben we nieuw. Zouden we ook een nieuwe vloer hebben? Oh, we hebben zelfs twee nieuwe vloeren in dit pakket. Kijk, we hebben... Even kijken, deze houten vloer. Wauw, wat een mooie vloer. Kijk, dus dit is best wel cool. Oh, nice. Ik vind het wel nice dat hij bij de plint matcht. En even kijken hoor. Dan hebben we ook nog deze houten vloer. Deze is dan net weer even anders. Deze heeft een wat bredere plank, zo te zien. Ja. Deze is ook best wel cool, hé. Oh, hij is er ook echt in het heel oranje. Wat gaaf! En in het blauw. Oh, ik hou hier echt van. Oké. Dus dit zijn de twee nieuwe vloeren die we hebben. Dus we hebben een behang, we hebben deuren en we hebben vloeren. We hebben geen ramen, zo te zien. En ja, ik vermoed dat het ook is verder. Het zou wel gek zijn als we nog meer zouden hebben hier voor een slaapkamer. Dus dat is wat we nieuw hebben in bouwen. En dan ga ik even bij de spullen, ga ik even alles weergeven. En dan ga ik even filteren op aangepast materiaal. Eens even kijken. Ik ga eerst alles van, minimalist bedroom stuff doen. Dus laten we gewoon beginnen met het overzicht, jongens. Ten eerste hebben we dit bed. Kijk hoe cool dit bed is. Het is echt, er zit een la onder. Dus dan nou ja, kan je er nog dingen onder doen. En het is natuurlijk een beetje minimalistische stijl, want dat zit ook in de titel. Met verschillende opties voor dekbedden. Ik vind het best wel een cool bed. Ja, ik vind dat er altijd te weinig bedden in de Sims zijn, maar die is echt cool. Dit is mijn eigen custom content bed. Die moet je even negeren, die zit er ook nog in. En datzelfde bed heb je dan ook in een tweepersoonsuitvoering. En wat ik zo leuk vind aan dit bed is dat het... best wel neutrale kleuren zijn. Dus er zijn heel veel opties met wit. Kijk, al deze kleuren zijn eigenlijk wit en grijs. Dus als je dan een keer je slaapkamer zeg maar een make-over geeft in de Sims. Dan kan je ook gewoon kiezen van nou, weet je wat. We doen gewoon even een ander kleur dekbed, weet je wel. Want het is ook realistisch dat je in het echt niet elke keer als je een make-over doet al je meubels nieuw koopt. En het coole hiervan is dat je dus een hoofdpoort hebt. Die hiervan los staat. Dus die kan je zeg maar aan het bed zetten als je wilt. Een hoofdeinde. En die kan je dan ook weer apart van kleur veranderen. Dus dan nou ja, kan je zeg maar kiezen hoe je je bed wil. Ik denk dat dat ook nog wel zou kunnen als je hem omdraait. Zou er ook een voeteinde van kunnen maken. Maar in elk geval, dat hele hoofdbord staat zeg maar los. Dus die kan je er gewoon achter zetten. Je zou hem ook als los object kunnen gebruiken. Maar dat is dus een los ding. En die hebben we trouwens ook voor het eenpersoonsbed. Dat zal ik even laten zien ook. Kijk, dus dat kan je dan helemaal zelf bepalen hoe je dat wilt. En als je die een andere kleur wil geven dan het bed zelf, dan kan dat dus gewoon. Dat is toch super cool. Oké, nou, dan hebben we deze stoel hebben we onder andere ook. Ja, ik vind het gewoon echt een hele leuke bureaustoel. Hij is ook niet zo massief. Of als eetkamerstoel kan hij natuurlijk ook. Ja, ik vind het best wel een gaaf ding. Dan hebben we deze kast. Hier kan je natuurlijk van alles inzetten. En ook deze, die kleurtjes komen allemaal wel een beetje. Het is een beetje dezelfde stijl. Dus we hebben die blauwe tint, die oranje tint en heel veel neutrale kleuren. En dat is trouwens iets wat me opvalt bij meer van deze custom content pakketten. Dat het heel veel neutrale kleuren zijn. Als je naar de Sims bijvoorbeeld zelf gaat kijken, dan hebben ze heel vaak eigenlijk alleen maar hele felle extreme kleurtjes. Terwijl bij custom content proberen ze veel meer meubels te maken die echt bij alles passen. Dus dat vind ik wel echt heel erg tof. Want ik heb zo vaak dat ik een bank wil plaatsen die er alleen in het geel is bijvoorbeeld. Even kijken, wat is dit eigenlijk? Dit is een minimalistisch bijzettafeltje. En kijk hoe leuk het is dat die zo laag is. Dat is toch cool? Ik vind die heel gaaf. En dan hebben we ook nog deze bijzettafel. En deze vind ik misschien nog wel het allerleukst. En dit is ook gewoon iets wat je nu heel veel ziet. Dus ik vind het echt een super cool ding. Ook met twee kleurtjes. Ja, ik vind deze misschien nog wel het allercoolst. Ik vind dit echt fantastisch. Nou, dan hebben we... Dit is volgens mij een... Oh ja, dit is een bureau, jongens. Dit is gewoon serieus een bureau. Denk ik, tenminste. Staat er toch bij?
Ja, het is een bureau inderdaad. Even kijken, dus die hebben we dan ook nog. Nou, die kleurt bij de stoel, zeg maar. Even kijken, er is er nog één. Dit bureau is net iets groter. Oh ja, je kan ook echt het verschil zien. Kijk, dat is ook heel vaak bij dit soort custom content pakketten. Dat je echt meerdere maten van alles hebt en zo. Dat vind ik echt goed bedacht. En dan hebben we ook nog de grote versie van hetzelfde bureau. Dus je kan, nou ja. Dit is toch een cool ding. Ik wil dit bureau in het echt. Ik ga hem hier ook neerzetten. Ik wil hem in de kamer. Super cool. Even kijken. En die stoel kan er dan uiteraard aan vast. Die kan je ook gebruiken. Dan, een plant. Low maintenance plant. Een plant met weinig onderhoud. Staat er specifiek bij. Nou, dat klinkt als een plant voor mij. Al ben ik de laatste tijd trouwens best wel goed met het in leven houden van planten. Ja. Oké, nou, je ziet hier ook. De pot is weer in allerlei neutrale kleuren. Die je eigenlijk overal mee kan combineren. Dus dat is super leuk. Dan, dit is mijn eigen custom content. Een foto van mij. Dan hebben we deze lijst. En dit vind ik ook super goed bedacht. Want dit is, ja, het is gewoon een lege lijst als het ware. Maar er zijn best wel veel posters en zo in de Sims die niet per se een lijst hebben. En ja, met deze lijst kan je dan zelf dat zeg maar iets maken. Ik bedoel, stel dat we nu even custom content weghalen. En we gaan naar decoraties, schilderijen. We gaan even zoeken naar een poster. Nou, bijvoorbeeld hier. Een poster met een... hier heb je een ingelijst hondje. Dat ziet er wel super grappig uit. Even kijken wat voor posters we nog meer hebben. Even kijken, ik zoek een hele specifieke. Waar ben je? Ja, deze kan er nog niet achter. Moet je Move Objects gebruiken, maar goed. Oh ja, deze. Ja, kijk, bijvoorbeeld als je deze zou willen inlijsten, ik noem maar wat. Dan zou dat kunnen. En, nou kijk, dan heb je gewoon je eigen schilderij gemaakt. Dus dit is best wel handig. En je kan er natuurlijk ook iets anders in hangen. Of je kan hem gewoon leeg laten. Dat ziet er ook best wel cool uit. Dus ja, ik vind dat echt een goede vondst. Ik vind het echt leuk. Dus die hebben we. Nou, dan, en er zijn heel veel coole schilderijen. Waaronder deze in de eerste plaats. En nou ja, goed. Er zijn ook gewoon verschillende bomen. Dus je hebt van alle lijstjes meerdere kleuren. Met verschillende bomen erbij. Dus ik vind deze heel gaaf met de bomen. En, oh, dit vind ik oprecht de allerleukste. Wacht, die gaan we even hier op de muur laten zien. 1, 2, 3, 4. Even kijken. Ik hoop dat het genoeg is. Kijk. Oh, dit is nooit genoeg. Kijk, het zijn alle werelden van de Sims. Hoe vet is dat? En ja, er zijn er dus van alle werelden die er zijn in de Sims, hebben ze dus een poster gemaakt. En dan ook met een andere kleurlijst. Dus alle werelden die je hebt, dat vinden ze niet allemaal. Want er zijn, dit is geloof ik niet sinds het laatste uitbreidingspakket. Maar in ieder geval heel veel van de werelden die je met de uitbreidingspakketten hebt. Daarvan heb je dat logootje uit het menu. Nu ook in een, hoe heet het... schilderij wou ik er echt niet op mijn woorden komen. Het is trouwens echt 11:30. Ik neem dit echt super laat op. Maar ik had ineens zin om dat te doen. En die heb je ook in posterformaat, zeg maar. Deze, al die steden. En hier kan dan ook weer die lijst omheen. Dus die kan je dan helemaal customizen. En het handige is dus dat je dan bijvoorbeeld een zwarte lijst. En ik wil die, dit plaatje van een stad. Dan, ja, het is niet zo dat er nu, zeg maar, hier 600 opties zijn. Hier zeg maar 600 opties zijn. Omdat je 12 verschillende kleurtjes lijst hebt. Dus omdat die dingen apart van elkaar zijn. Dat is echt ideaal. Even kijken. Dit is mijn eigen custom content. Dan hebben we deze spiegel. En deze vind ik ook echt fantastisch. Kijk hoe cool deze spiegel is. Heel minimalistisch. En ik vind de staande spiegels die we in de Sims zelf hebben niet super mooi altijd. Deze vind ik wel echt heel erg mooi eruit zien. Ja, gewoon simpel. Dat is gewoon precies wat je wil hebben. Nou, dan hebben we hier een tijdschrift. En dat is ook leuk, want we hebben natuurlijk wel heel veel boekobjecten in de Sims, maar niet echt tijdschriften. En ik even kijken, wat voor tijdschriften zijn dit eigenlijk allemaal? Oh, wacht even. Ga weg. Even kijken, ik wilde eigenlijk meer inzoomen, maar dat kan niet. Nou ja, je ziet al wat een beetje op de voorkant staat. Dat zijn ook echt wel verschillende dingen. Dus voor elke soort kamer, voor elke hobby is er zeg maar wel een tijdschrift. Dan hebben we deze poster. Dit is zeg maar een beetje de keep calm en carry on. Maar er zijn ook heel veel leuke planten van. En tekst. En deze met de cirkels vind ik zelf heel leuk. En die is er ook in het groot. En volgens mij is die verder hetzelfde, ja. Dus je zou er zeg maar zo twee naast elkaar kunnen zetten. Voor een leuk effect. Dus die zitten erin. Ja. Oh, dit is echt mijn nieuwe favoriete tapijt. Wacht, ik ga heel even Move Object aanzetten. Oké. Kijk, dan hebben we dit tapijt. Hoe leuk is dit tapijt? Ja, misschien vind je het niks. Maar ik vind het echt een heel cool tapijt. Ik hou ervan.
Oké, dus we hebben dat tapijt en we hebben nog een tapijt. Even in een andere kamer demonstreren. En dit is het tapijt, dat herken je misschien wel. Dit zit ook in het basisspel. Maar wat ze hier hebben gedaan is, ze hebben de kleurtjes iets minder fel gemaakt. Dus iets meer basic. Zodat je het eigenlijk in elk huis wel kan gebruiken. Kijk, we zouden in theorie ook gewoon dit woonkamerkleed hier weg kunnen halen. En daar neer kunnen leggen. Kijk hoe leuk dat staat. Past er perfect bij. Nou, dan hebben we nog deze lamp. Even kijken. Even tijdschrift, even die kant op, zo. Dit is echt een heel leuk lampje ook. Het is gewoon alleen het steeltje veranderd van kleur, maar het is gewoon heel simpel. En we zijn nog niet klaar met de lampen, want we hebben er meer. Deze vind ik ook heel erg gaaf. Dit is ook een mooie bureaulamp. Daar hebben we ook een staande versie van. Die is hetzelfde, maar dan is hij op de grond gewoon. Dus niet als bureaulamp, maar gewoon zo. En deze. Deze is ook echt heel erg cool. Deze zou ook echt super cool zijn in de woonkamer. Kijk hoe cool deze is. Ja, die kleuren zijn niet zo heel spectaculair. Maar wel echt gewoon, ja, precies wat je nodig hebt. Gewoon heel simpel, maar makkelijk te combineren. Nou, dan is er nog deze lamp. Even kijken, is dit ook hiervan? Ja, oké. Nou, als we daar gaan kijken, is ook gewoon dezelfde kleurtjes. Nou, deze is bijvoorbeeld heel leuk boven een eettafel. Hebben we in dit huis een eettafel? Ja, kijk, nou, hier kun je heel leuk die lamp boven hangen. Dus die hebben we. En we hebben nog meer lampen. We hebben namelijk dit soort van skylight. Dus een, nou ja, een plafondlampje. Het is gewoon een vierkant met een lichtje erin. Ja, ik vind het wel een cool ding eigenlijk. Dus dat is ook gewoon heel simpel. En die hebben we... Oh, dit is een muurlamp. Oh, wat cool. Deze had ik helemaal nog niet gezien. Oké, een muurlamp. En deze is ook heel leuk. Dit is ook echt vet boven je bed trouwens. Oh, deze ga ik zo boven het bed hangen. En we zijn er nog niet, want we hebben ook nog kasten. Ja, ja. We hebben deze kast. Volgens mij is dit een boekenkast. Even kijken. Is dit een boekenkast? Ja, een boekenkast waar je ook nog weer dingen in kan zetten volgens mij. Nou, en die kleurt natuurlijk helemaal bij het bed en zo. Dus dat is ook vet. Even kijken. Kan die plant erin? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik denk het wel. Ja, zie je. Dus je kan er gewoon dingetjes in zetten. Die hebben we ook in een wat kleinere variant. Dus van eentje. En dit is, als je goed kijkt, dezelfde kast als deze. Dus dat is nice. En even kijken. Nou goed. Ja, die kleuren weten we nu inmiddels wel, toch? Het zijn gewoon alle kleuren die je maar kan indenken. We hebben wit. We hebben wit hout. We hebben grijs. We hebben nog meer grijs. Grijs met wit. Nou ja, van alles. En dit is misschien nog wel mijn allerfavorietste. Deze past weer bij dit bijzettafeltje. Dit zijn kledingkasten volgens mij. Ja, dit is een halve kledingkast, zeg maar. Nou, die zou je daarbij kunnen matchen. Die is er ook aan de andere kant. En je hebt hem ook gewoon in een dubbele kledingkast. Dus dat zijn alle objecten in dit slaapkamerpakket. En dat kan je dus gewoon gratis downloaden, jongens. Ook hier werkt het weer zo dat de makers brengen dit eerst uit op Patreon. Dat is een soort van sponsorwebsite. Dus dan de mensen die ze sponsoren krijgen dan eerder toegang. Dus die kopen het als het ware. En dan later wordt het voor iedereen beschikbaar. Dus het zijn ook wel mensen die... ze hoeven niet te... Oké, korte onderbreking, want Michel kwam ondertussen thuis. Maar dan heb je dus zo, ja, best wel een leuke slaapkamer. Met allemaal meubeltjes die er net weer even anders uitzien. En ik vind het gewoon super leuk om dit te hebben, echt. Ja, dit is een leuk pakket. Ik vind alleen al voor die bureaus vind ik het de moeite waard. Maar goed, dan laten we dan even naar de stapelbedden gaan kijken. Ja, ja, ik denk dat is waar de meeste mensen wel voor gekomen zijn. Want de stapelbedden zijn fantastisch. Ik heb trouwens zelf een keer een tutorial gemaakt, echt jaren terug. Die link ik ook hier rechtsboven, waarin ik uitleg hoe je zeg maar een stapelbed kunt maken. Ja, een soort van nep stapelbed. Het werkt niet echt, maar het is voor de sier. Maar deze stapelbedden werken wel echt. Dus laten we nu gaan kijken naar Ravashin, haar stapelbeddencreatie. Want dit pakket wat zij heeft gemaakt, ik ga ervan uit dat het een zij is. Misschien is het een hij. Is ook echt super cool. Dus we hebben, wat je hier hebt, en dat zie je wel vaker bij custom content, is dat het bedframe en het matras zeg maar los van elkaar staan. En ook hierom is weer de reden dat je dan de kleur van het bedframe los aan kan passen en de kleur van het matras ook. Oké, dit is een hoge. Even kijken of we een lage hebben. Kijk, oké, bijvoorbeeld deze kan je er dan zo opleggen. En nou ja, goed, je kan dan zien dat er echt super leuke dekbedden zijn. En wat het leuke hiervan is trouwens, is dat ook andere custom content creators ook dekbedden maken. Dus je kan dan ook nog zeg maar van verschillende pakketten bedden mixen en matchen. Dus dat is dan deze. Dit is een topbed, upper, lower. Oké, lower. Dit is er nog een laag bed. Ik ga even kijken. Ik weet trouwens niet of er verschil in is in hoe goed dit slaapt, want... Dus ook zo even naar kijken. En dit zijn dan ook weer hele schattige dekbedden. Oh, ik vind deze leuk. Ik wil deze. Even kijken. Energie 10 is dit. En dit is ook energie 10. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Het is gewoon het beste bed. En het is volgens mij ook niet eens heel erg duur.
Nee, valt wel mee. Dus het is ook nog, je slaapt ook gewoon nog eens fantastisch in dit bed. Dus nou ja, dit, kijk, dan heb je bijvoorbeeld zo, dit bed. Super leuk toch? Nou goed, deze twee dekbedden heb je dan natuurlijk ook in een bovenvariant. Kijk, oh mijn god jongens. Een stapelbed, kijk eens aan. Ja, meerdere kleurtjes ook. Volgens mij kan je hier ook een bureau onder zetten. Ik heb dit toch nog een... Ik heb dit nog nooit getest. Ik heb het wel gezien bij andere mensen, maar ik heb het zelf nog niet geprobeerd. En waar is mijn dekbed? Hier. Oké, okay. Dus dan heb je hier, kan je een hoogslaper maken. Ook hier kan je weer dezelfde... Oh, dit zijn wel 8 andere dekbedden. Oh mijn god, wat leuk. Dus we hebben dan bijvoorbeeld deze. En even kijken, dit is echt een... Dit is al een kant-en-klaar stapelbed, zeg maar. Wacht, we gaan deze even weghalen. Oké. We zetten deze even hier. Oké, het is wel een beetje een volle kamer, maar goed. Je hebt de stapelbed toch altijd om ruimte te besparen, dus dat is op zich realistisch. Even kijken, is dit ook nog een... Ja, dit is ook nog weer een bovenbed. Ja, dit zijn wel dezelfde patroontjes. Superleuk. Nou goed, laten we dan die beneden leggen. En een stapelbed. Oh mijn god. Oké, nou dus die kan. En dit is echt een hoogslaper. Je hebt natuurlijk ook het lage bed. En volgens mij kan je die wel echt onderzetten. Je kan echt oprecht iets hieronder zetten. Super cool. Laten we dat even proberen. Laten we dit bed weghalen. Zo. Je kan op deze manier trouwens ook dus een zwevend bed maken, I guess. Zo. Oh. Ik vraag me trouwens af of het uitmaakt hoe om je dat bed legt. Ik denk het niet. Volgens mij... zou dat niet uit moeten maken. Zo. Oké. Even kijken. Oh, zo kleuren ze leuk bij elkaar. Oh, dit wordt een roze kamertje. Ik heb het al. Ik zie het al. Even kijken. Ja, goed. Laat hem zo laten staan. En dan is er nog een trappetje voor natuurlijk. En dat is deze. En die kan je dan zo tegen... Je ziet ook dat hij tegen het bed aansnapt. Zie je? Met dat gele, geel-groenige. En die kan je dan ook weer een ander kleurtje geven. Je kan het zo gek niet bedenken of het kan. Oké, ik maak even alle bedden wit. Ja, en dan heb je dus een stapelbed. Het enige is, het werkt niet fantastisch volgens mij. Dus ik ga het zo even demonstreren. Oh, en er is ook nog een peuterbed. Wacht even, want dit is volgens mij een peuterbed. Is dit een peuterbed? Dan moet ik even goed kijken. Oh ja, hier. Kijk, we hebben ook nog een peuterbedje. Laten we die ook even demonstreren. Dus dit is hetzelfde bedje, maar dan kleiner. En deze kan je dus ook gewoon gebruiken als je helemaal niet per se een stapelbed wil. Dit werkt ook gewoon... Ja, als gewoon bed uiteraard. Even kijken, volgens mij zijn dit dan de peuterbedjes. Oh, ik vind het zulke schattige dekbedden. Ik vind het echt leuker dan de meeste dekbedden die we tot nu toe hebben. Dus we hebben die en dan hebben we ook nog deze. Ja, die ene zijn wat drukker dan die andere. Ik vind die met zonnebloemen ook wel heel erg lief. Oké, ik ga de leukste uitkiezen. Die het beste bij die andere past. Wordt een roze kamertje. We doen die, deze, denk ik. Oh, zo. Ja, oké. Ja, we gaan het even testen. Want het enige is hiermee is wel dat het niet fantastisch werkt. Het ziet er niet fantastisch uit. En dat zal ik even demonstreren aan de hand van de familie die ik hier even speciaal voor uit de galerij heb getrokken. Het zijn trouwens zeemerminnen. Dat was een ongelukje. Oké, onze kinderen zijn nu hier. Ik ga even kijken of de peuter sowieso in het bed kan. Ik weet niet of ze hier nu in kan komen. Oh ja, dat werkt. Oké, ze loopt er wel echt doorheen. Maar... ze komt in het bed. Dus dat gaat gewoon goed. En even kijken. Ik zal laten zien hoe het gaat als hij in zijn bed gaat. Want dit ziet er niet zo netjes uit. En dit kan misschien een reden zijn waarom je zoiets hebt van... nou, laat maar. Dit hoeft voor mij niet. En het is omdat het er als volgt uitziet. Ja, best wel creepy. Maar oké, hij gaat wel gewoon in het bed. Op zich is het niet slecht. Als hij erin ligt te slapen, ziet het er helemaal niet zo gek uit. Ik vind het zelf niet per se storend. Ja, het was leuker geweest als hij het trappetje zou gebruiken. Maar goed, die animatie is niet in de Sims. Dus als een custom contentmaker moet dan echt die animatie maken. En dat is echt heel moeilijk. Dus als hij er nu weer uitgaat, even kijken hoe het dan uitgaat als hij opstaat. Ja, vriend. Je mag stoppen met slapen. Je mag hierheen gaan. Oké, dan gaat hij eruit. Nou, en dan... Oh, oké, dan loopt hij zo. Nou, dat ziet er op zich ook best wel prima uit. Dus je ziet wel een soort van glitches dat je er een beetje doorheen kan lopen door dit pakket en zo. Maar ja, op zich is het helemaal niet zo heel erg. Ik vind het niet storend. Ik vind het eigenlijk wel echt heel cool eruit zien, die stapelbedden. Ik wil eigenlijk even testen of je er ook iets anders onder kan zetten. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus dat zijn de stapelbedden. En er zitten nog meer dingen in dit pakket ook. Ik zal hem even filteren weer op custom content. Want ik heb nog niet alles gehad van dit pakket. Even kijken of ik zeker weet dat ik alles heb gehad. Oh nee, we hebben ook nog deze. Dit is een bureautje volgens mij. Die zit ook in dit pakket. Oh, die kleurt erbij.
Oeh, oké, vet leuk. Die zit er ook nog bij. Even kijken. We hebben nog dit nachtkastje zit er nog bij. En die kan je dus ook gewoon hieronder zetten. Ja, echt fantastisch. Dus die hebben we. En even zien. Oh, deze stoel is nieuw ook. Dus die zit er ook nog bij. Ook weer een hele leuke neutrale stoel. Ja, ik vind het echt cool. En even zien, volgens mij was er nog iets. Of heb ik dit verkeerd? Oh ja, een hele kledingkast zit er ook nog bij. En deze kledingkast vind ik echt super leuk. Want, oké, wacht. Kijk, het is een spiegel. Dus dat is ook echt heel erg leuk. Jij kan hem volgens mij niet als spiegel gebruiken. Nou ja, trouwens. Ja, nou, het is niet helemaal, het werkt niet helemaal hetzelfde als een spiegel. Maar je kan wel je uiterlijk natuurlijk ermee aanpassen. Dus dat is die. Echt super cool. Ik heb trouwens helemaal niet gekeken of ze hier ook nog bouwspullen hebben. Denk het niet. Nee, dan had ik het net al moeten zien. Nee. Oké, er zijn geen nieuwe bouwspullen bij. Maar ja. Ja, dus dat is wat in dit pakket zit. Dus ik vind het echt fantastisch cool. Ik ga nog één keer testen of een bureau er bijvoorbeeld ook onder kan. Ik pak even dit bureau. Ja, dat zou ook moeten kunnen in theorie. Dus je zou hier echt van alles onder moeten kunnen zetten. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Of jullie het ook leuk vinden. Ik denk dat dit wel een beetje de conclusie is van deze video ook. Volgens mij is het wel duidelijk. Ik laat hier beneden in de beschrijving van de video de linkjes naar de Tumblr pagina's van Ravachine en Illogical Sims achter. Zodat jullie het kunnen downloaden. Ik heb laten zien hoe het werkt. En als het nog niet duidelijk is, kijk dan nog even de video hier rechtsboven waarin ik het uitleg. Ik hoop dat jullie deze video ook weer leuk vinden. Laat me weten of je het te storend vindt dat het een beetje glitcht, het stapelbed. Of dat je het eigenlijk wel de moeite waard vindt om toch het stapelbed te hebben. Ik hoop dat ik je weer zie bij de volgende video. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt voor meer van dit soort video's. En tot de volgende keer.